Je bergelovige, enkele mededelingen. Vandaag de derde zondag van de vasten. Maandag door de week, gedachtenis van de heilige Johannes de Deo, beleider. In de orde van de Dominicanen, heilige Thomas van Aquino, kerkleraar. Dinsdag door de week, de gedachtenis van de heilige Francisca Romana, weduwe. Woensdag door de week, gedachtenis van de 40 heilige martelaren van Sebaste. Donderdag door de week, vrijdag door de week met de gedachtenis van de heilige Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. In een bepaalde plaats de 5 wonden van ons Lieve Heer. Zaterdag door de week en komende zondag, de vierde zondag van de vaste zondag, genoemd Laetare. Dat betekent dat we in het midden van de vaste zitten. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Je bergelovigen, de kerk heeft ons een evangelie dat weer handelt over de duivel. Maar ditmaal wordt de duivel uitgedreven bedoel ik, door Jezus. Verdreven door Jezus. Er wordt één demonium, uitgedreven. En de Heilige Schrift zegt, hij was stom. Ja, dan moet je goed begrijpen wat ermee bedoeld wordt, want in zich is een engel, kan niet stom zijn, want om stom te zijn, dat betekent dat je het gebruik van je mond en je tong niet hebt. En een duivel heeft geen lichaam, dus heeft inderdaad geen mond en geen tong, dus hij kan niet stom zijn. Trouwens, de engelen communiceren niet met de spraak, maar met de gedachten die ze overbrengen. Dus hier betekent het dat het een duivel is die stomheid veroorzaakte bij de bezetene, bij zijn slachtoffer. En toen hij dus werd uitgedreven, dan begon de man te spreken. Dit is het evangelie van Lucas. In het evangelie van Matthäus zien we nog een specificatie dat hij tegelijkertijd ook blind was. En de kerkvaders, zoals de heilige Chrysostomos, Theophylactus en anderen, die zeggen dat hij ook nog doof was. Dus eigenlijk gaat het over een viervoudig mirakel. Jezus geneest, maakt een blinde ziende. Een dove maakt hij horende. Een stomme laat hij spreken. En bovendien verjaagt hij de duivel. Want dat is ook een mirakel ergens, want alleen God kan de duivel verjagen. Alleen God kan het wel verjagen, als het over een bezetenheid gaat tenminste. Want de kerk die heeft dat om te weten hoe dat we de duivel moeten overwinnen. Hoe dat hij werkt. Want Jezus geeft allerlei specificaties, bepaalde richtlijnen. Bijvoorbeeld hij zegt, als hij verdreven wordt, iemand uit een plaats of iets dat hij bezet heeft door een sterkere, dan gaat hij rondtolen. En als hij niks vindt dat beter is, komt hij terug, probeert hij terug te komen. En als hij dan geen bezetter vindt, die sterker is dan hij, dan gaat hij nog 7 andere demonen halen. En dan is het einde van die man erger dan het begin. Dus de principe is, dus als je van een duivel verlost bent, moet je zeker niet hervallen. Want als je dan hervalt, is het 7 keren erger. Belangrijk om dat te weten. Dus Jezus geeft verschillende principes hier ook, dat een rijk niet kan verdeeld zijn in zichzelf. Wel, waarom geeft de kerk hier die specificaties door het evangelie van vandaag? Wel, omdat we in de strijd zitten tegen het kwaad in de vasten. En het kwaad is drieërlei, hè, zoals u weet, dat is onze eigen begeerlijkheid. Drievoudige begeerlijkheid, die dan eigenlijk allerlei ondeugde eventueel heeft spijtig genoeg ontwikkeld. Ofwel hebben wij daartegen gestreden met onze goede wil en met de genade. Dan kunnen we dat meester zijn. Maar dat is een voortdurende strijd van dag en nacht en van heel het leven lang tot aan de dood. Er zijn heiligen die zeggen, de oogmoed die sterft 3 uur na de dood. Dat betekent dat die taai is. Hè? Taai. Wel,
De kerk geeft ons hier specificaties, namelijk hoe de duivel functioneert. Want een tactiek, een regel, een principe, een voorwaarde om een oorlog te winnen, is niet alleen zijn geallieerden kennen, degene die met u zijn, God, de engelen, de heilige, uw engel bewaarder, al wat u de beschikking staat, vanwege God in dit geval, maar ook de vijand kennen om te overwinnen. Dat is heel belangrijk om de vijand te kennen. Zijn sterke punten om ze te vermijden en te neutraliseren als kan, en de zwakke punten om hem daarop aan te vallen. Wel, de zwakke punten van een duivel zijn onder andere zijn hoogmoed. Want hoogmoed verblindt en hoogmoed, maakt iemand beperkt. Dus hij is hoogmoedig tegenover God, want dat is de bron van zijn opstand. En die heeft dan haat veroorzaakt tegen God en tegen de mensen, want de mensen zijn het beeld van God. En vooral als ze christelijk zijn, hebben ze bovendien zelfs nog, als ze dus het gedoopt zijn en gevormd, nog onuitwisbare merktekens van Jezus in hun ziel. En hij is ook jaloers op de mensen. Want hij wil niet dat de mensen gelukkig zijn, maar dat hij ongelukkig is. Dus hij heeft een drievoudige motivatie om ons aan te vallen, want God kan hij niet rechtstreeks aanvallen. God is onaantastbaar. Maar hij kan God proberen te aan te vallen in zijn werken, in zijn schepping en in zijn verlossing. En dat zijn dan wij, hè? Wij zijn het voorwerp van zijn verlossing. En hier, dus de kerk zegt dat we zoveel mogelijk de duivel moeten kennen om hem te overwinnen. Niet om ons in hem te interesseren. Je moet een duivel niet interessant maken, want dat is hem ook weer ergens vereren. Dus je moet hem niet interessant maken, maar je moet toch een minimum weten om hem te kunnen overwinnen. Wel, het eerste hoofdprincipe van alles is dat een duivel een engel is, dus hij staat boven ons. Zijn natuur staat boven ons. Dus hij is sterker dan wij. Zoals wij sterker zijn dan alle dieren, als wij tenminste goed functioneren, als we ons verstand gebruiken en tactieken gebruiken, dan kunnen wij alle dieren de meester. Alle dieren. Trouwens staat in de Heilige Schrift dat de God de mens heeft aangesteld als meester over alle dieren en planten. Wel, de dieren die kunnen alle planten aan. Een plant is verloren tegenover een dier, ook kan een plant zich eventueel verdedigen, een cactus, maar als een dier het goed aanpakt, kan hij alle planten overwinnen. En trouwens, veel dieren eten de planten op. De planten zijn sterker dan de mineralen. Ze halen mineralen uit de grond kan hij niet tegenhouden, ze pakken water, dus elementen uit de lucht, ze maken gebruik van de zon, de warmte enzovoort. Dus de planten maken aan zich ondergeschikt de mineralen, omdat de mineralen onder de planten staan. Dus het principe is duidelijk dat de hogere wezens sterker zijn dan de onderliggende wezens, dan de lagere wezens, op voorwaarde dat ze goed functioneren. Als de mens onvoorzichtig is, kan hij zich door een slang of een olifant of een luipaard of een tijger laten natuurlijk doden, maar dat is omdat hij onvoorzichtig is geweest. Als hij goed functioneert zoals het hoort, dan is de hogere sterker dan de lagere. Dat is een principe. En wel zo is het ook met een duivel. De duivel gaat altijd sterker zijn, dus omdat hij een engel is, is hij sterker dan de mensen. En dat moeten we goed weten, dat wij tegenover iemand staan die sterker is. Dus je moet niet proberen het te winnen van de duivel met je eigen natuurlijke krachten. Dus wie is er sterker dan de duivel? Al wel degene die boven hem staat. Trouwens, de duivel is bovendien nog binnen de engelen de hoogste engel. Tenminste, Satan, Lucifer, is de hoogste engel. Dus een discussie of hij komt van het koor van de serafijnen of de cherubijnen, maar dat zijn de twee hoogste koren. Maar dus als we het strikt nemen, dan komt hij van de serafijnen, is hij de hoogste van de serafijnen. Hetgeen dat verwonderlijk is, want de serafijnen bezingen meer de wijsheid van God. De wijsheid is verbonden met de liefde. Dus, en Sint Thomas zegt, eigenlijk is het moeilijk voor een engel die de liefde bezingt van God, opstand te komen tegen God, want de liefde verenigt. Daarom denkt hij dat hij eerder zou kunnen zijn de hoogste van de cherubijnen, want de cherubijnen die bezingen de verstand van God. En verstand kan opgeblazen maken en ook moedig. Maar in ieder geval, dus, ik denk dat als je dus algemeen de verkerksvaders volgt, dan is hij de hoogste van de engelen en dat is dan de hoogste van de serafijnen. En dat klopt met een privéopenbaring die zegt dat de heilige Franciscus de plaats inneemt van de Satan in de hemel. Dus de hoogste plaats inneemt.
Dan kun je zeggen, ja, maar hoe kan dat nu? Want Maria heeft de hoogste plaats. Maar ja, dat komt omdat Maria niet in de engelenkoren zit. Ze zit erboven, zij is de koningin van de engelen. Dus Maria zit niet in de engelenkoren, zit erboven met Jezus Christus. Dus Franciscus zou dan de hoogste plaats hebben. Dus hij behoort tot de Serafijnse orde, zeggen ze ook, ja. Dat kan zijn, ja. Ja, ik wens hem toe, van harte. Maar in ieder geval, het principe is, wij hebben niet alleen te maken met een engel, maar zelfs met de hoogste engel. Dus van nature is hij het verstandigste en het machtigste van alle geschapen wezens. Allemaal. Dat is veel, hè. Dus wie is er machtiger dan hem? Alleen maar God is machtiger. Alleen God is machtiger dan hem. Dus als je de duivel wilt overwinnen, natuurlijk kun je weerstand bieden door te zeggen, ik wil niet. Hè? En ik discussieer niet. Maar ja, dat neemt niet weg dat hij nog u kan lastigvallen en nog bepaalde dingen kan doen. Wel, wie is sterker dan de duivel? God. Dus het eerste, allereerste principe dat je moet weten is dat alleen God de duivel kan overwinnen. Dus als wij moeten overwinnen, moeten wij met God handelen. En als we met God handelen, moeten we altijd handelen in gehoorzaamheid. Want zo handelen met God, dat is in gehoorzaamheid en ondergeschiktheid. Dat past ook zo. En door die ondergeschiktheid gaan we gelukkig worden. Dat is juist daardoor waardoor we de hemel verdienen. Wel, hoe werkt men met God? Wel door de heiligheid. Dat is het allereerste, dat in iedereens rijkwijten is. Hoe heiliger je bent, hoe meer je verenigd bent met God. Dus als je de duivel wilt verwijderen, moet je streven naar de heiligheid. Dat is fundamenteel. En daarom is het ook dat God de bezetenheid, de infestatie, de obsessie, de duivelse scrupules, want scrupules kunnen van een duivel komen, meneer. Idee fix, dus waanideeën, bekoringen, die kunnen dus, ja, God laat het toe, die dingen. Waarom? Die aanvallen van de duivel? Wel, voor een groter goed. Als God een kwaad toelaat, is het altijd met oog op een groter goed. En dat groter goed is dat de mens dan verplicht is, ergens nog meer verplicht dan anders, om die te heiligen. Dan gaat hij ook meer gemotiveerd zijn. Ik heb gezien inderdaad mensen die verschrikkelijk worden geïnvesteerd en zelfs bezeten. En die mensen die baden dag en nacht, die baden uren per dag. En die deden, ik weet niet welke, hoeveel godsdienstige oefeningen. Wat ze anders nooit zouden gedaan hebben. En die zondigden niet, die wou niet meer zondigen. Want een zondag zou een duivel toegeven, dat werd alleen maar de bezetenheid nog erger. Dus die, ja, ofwel als een doodzonde is verminderd, maar daarmee komen ze in conflict met hun geweten. Want als je doodzonde gaat leven, dan laat de duivel je gerust. Dat is natuurlijk heel erg, want dan ben je zijn vriend natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling, want dan gaat je naar de hel. Dus dan ben je zijn vriend niet, want er zijn geen vrienden. In de hel zijn er geen, is er geen vriendschap. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan ben je zijn eigendom, zijn slaaf. Hè. En dan laat hij je gerust. Hij houdt zich bezig met mensen die naar het goede streven. Dat is nog een ander principe. Als hij de mensen gerust laat, dan is dat een slecht teken. Het kan zijn dat ze verkeerd bezig zijn. Want laat vooral de mensen toch naar de hel lopen die al naar de hel lopen. Wel, de heiligheid. Hoe heiliger we zijn, hoe meer we kracht hebben op de demonen. Je ziet dat bijvoorbeeld zelfs een vrouw, heilige Hildegarde van Bingen en nog andere vrouwen, door gewoon een kruisteken te maken, de mensen bevrijden van de demonen. Gewoon een kruisteken maken, op, en de mens was bevrijd van de bezetenheid. Dat is toch prachtig. Dat betekent dat God heel intiem en intens met die mensen bezig is en dat als ze iets vragen of iets doen, dat God onmiddellijk hun dat geeft, omdat zij veel voor God gedaan hebben, doet God veel voor hen. Dat is logisch, God laat zich niet overtreffen in edelmoedigheid. Dat is het eerste principe. Het tweede principe is, degene die goddelijke macht gekregen heeft, en dat is de kerk. De kerk is het rijk Gods op aarde, bezield door de Heilige Geest. Dus een exorcist, ik zeg niet een lagere priester, hè, maar er zijn lagere priesterwijdingen. Het exorcisaat is de derde priesterwijding. En er zijn 7 priesterwijdingen, zelfs 8, want de 8 is bischopsambt, bischopswijding, dat ook natuurlijk de hoge priester is. Er zijn eigenlijk 8 priesterwijdingen, maar men spreekt van bischopconsecratie eerder van een wijding. Maar de derde wijding, de lagere wijding, is exorcist. Dus die heeft dan de macht gekregen van God, via Jezus, via de apostelen, via de bischop die je gewijd heeft, om duivels te verdrijven. Natuurlijk wordt dat toegekend, niet aan seminaristen die dan exorcist zijn, om duivels te verdrijven, maar
Liefst aan een oude priester, een monnik liefst, die veel bidt, die apart is ergens in een klooster, zoals pater Mathieu, die het meest gekend is, de laatste exorcist, die echt heel veel publiciteit heeft gemaakt, die veel heeft getuigd van dat de duivel bestaat, pas op. Hè. En die heeft zelfs een exorcisme gefilmd, hè. Pierre-Père Mathieu van Dijon. En die was nog efficiënt, dat was een kapucijn. Waarom? Omdat een duivel zich wraak, hij is wraakzuchtig. Dus als je hem verdrijft, gaat hij proberen wraak te nemen. Want hij gaat, zoals Jezus zegt, hij gaat rondlopen, hij gaat proberen toe te komen enzovoort. En ja, en die, ja, dan krijgt hij degene die hem verdreven heeft, gaat hij proberen dus wraak op te nemen. Dus die man moet ook eigenlijk leven, want anders gaat hij ook de klos zijn, gaat hij ook problemen krijgen. En hij zal wel een prijs moeten betalen. En die, ja, die kloosterlingen die betalen de prijs, want die hebben een regel die zodanig versterft dat ze de prijs betalen. Ik heb veel meer last gehad, want ik was geen kloosterling, ik was in een parochie. En toen ze mij gevraagd hebben om exorcisme te doen, heb ik het gedaan, want ik wil die mensen niet in de steek laten. Zoals die priester en die leviet van de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hè. Die worden veroordeeld door Jezus. Ze kunnen hem helpen, maar ze helpen hem niet. Ja, omdat ze schrik hebben van een duivel. Ja. Je moet geen schrik hebben van een duivel, je moet schrik hebben van jezelf, van je eigen zonde moet je schrik hebben. Als je geen doodzonde meer doet, dan heeft een duivel geen vat meer op je. Dagelijkse zonde, als je die bestrijdt, die maken niet veel uit. Als op voorwaarde dat je ze bestrijdt. Wel, het principe is dat dus de kerk u kan helpen, omdat ze eigenlijk in zover ze met God is en van God is. In zover. Dus een priester kan een exorcisme uitspreken. Maar op voorwaarde dat hij het doet zoals God het wil. Er zijn priesters die zijn geïnvesteerd geraakt. Bijvoorbeeld in de broederschap zei de overste van Frankrijk. In de tijd toen ik vroeg... de overste van Frankrijk die zei dus... dus de laatste keer dat ik een exorcisme heb georganiseerd... Dan is de priester geïnvesteerd geraakt. Ja goed, dan heeft hij zich natuurlijk niet gedragen zoals het hoorde natuurlijk. Natuurlijk, als je in staat van doodzonde bent, kun je de duivel niet verdragen. Misschien is ook de broederschap niet meer in orde. Waarschijnlijk is het niet meer in orde. Hoe kun je de duivel verjagen als je zelf niet meer in orde bent? Want dus, er zijn verschillende soorten bezetenheid. Enfin, tenminste twee. Er zijn verschillende gradaties van aanval, zoals ik zei. Je hebt de bekoring, je hebt dingen die een sterkere aanval zijn van de duivel, zoals dwanggedachten, scrupules enzovoort, die dan van de duivel zouden komen, want ze komen niet altijd van de duivel. Ze kunnen ook van God komen of van een psychologische afwijking. Ze kunnen drie oorzaken hebben. Een idee fix is dus een dwanggedachte, een obsessie, dat kan van de duivel komen. Dat kan ook een psychologische afwijking zijn. Het kan ook een combinatie zijn, want een duivel gaat vooral zitten op de psychologische afwijkingen. Daar gaat hij gebruik van maken, want dat is een zwakte. Een duivel gaat altijd zwakke punten aanvallen. Dus als iemand een psychologische afwijking heeft, gaat een duivel bij voorkeur daarvan misbruik maken. Gaat daarop aanvallen. Dus vaak als iemand, vaak is het gecompliceerd. Is die persoon bezeten of niet? Ja. Of is die zot? Wel, soms is het een combinatie van de twee. Of zot, mensen niet helemaal zot, maar toch ergens een psychologische afwijking. En tegenwoordig zijn er heel veel psychologische afwijkingen, vooral bij kinderen, de laatste generaties, omwille van de vuiligheid die men in de vaccin stopt. Ook dat is van de duivel, dat komt van de wereld. Dus dat zijn onze vijanden die ons proberen ziek te maken. Dus je ziet, de wereld is connex met een duivel en ook met onze drievoudige beheerlijkheid. Dat zijn onze vijanden die samenwerken en die kan combineren, de aanval combineren. Wel, dus de priester kan dat verdrijven op voorwaarde dat hij met God is. Dat hij geldig gewijd is, dat hij doet zoals het hoort. En dat hij natuurlijk zelf in staat van genade is om te beginnen. Dus de priester die al niet in orde is met sommige punten, die in staat van doodzonde is. Er zijn verschillende priesters die doodzonde bedrijven, publiekelijk. Wel, die kunnen inderdaad een duivel niet verdrijven, dat klopt. Die zullen problemen krijgen. Als een mis una cum al een doodzonde is volgens alle bischoppen van de Sint-Vacantisme, dan de priester die een mis una cum doet, die is eigenlijk objectief al in staat van doodzonde. We zullen hem niet oordelen van binnen,
Maar in ieder geval, die is al onder de invloed van het kwaad. Dus een priester. Wel, hoe moeten wij ons verdedigen tegen het kwaad? Wel, door een bekoring, dat kunnen we aan. Gewoon, er zijn tactieken om de bekoring af te wijken. Natuurlijk moet je de juiste tactiek volgen. Bijvoorbeeld, te veel te eten en zo, dan moet je gewoon tegen ingaan. Je moet zeggen, ik wil dat niet en ermee uit. Maar bijvoorbeeld als het over het te kuisheid gaat, moet je niet een tegenaanval gaan, maar vluchten. Want als je een tegenaanval gaat, wordt het soms nog erger. Dus men moet vluchten. Dus er niet meer aan denken, iets anders gaan doen, gaan bidden, aan Jezus denken, die gegezeld is geweest enzovoort. Dus iets anders gaan doen, de vlucht. Dus je moet de juiste tactiek nog gebruiken, ook nog, om de bekoringen te ontgaan. En dan heb je infestaties. Een infestatie, dat is een aanval van de duivel die zo sterker is, sterker dan een bekoring. Want een bekoring hoeft niet altijd van een duivel te komen. Sint Jacobus zegt dat wij bekoord worden door onze eigen beheerlijkheid, om te beginnen. Maar natuurlijk, een duivel die gaat daar gemakkelijk olie op het vuur werpen. Als wij bekoord worden, onze beheerlijkheid, die wordt erdoor bekoord, ik ga nog een schepje bij doen, ik ga een omstandigheden organiseren dat hij die zonde kan verrichten. Waar hij zo zwak in is. Ik ga zodanig arrangeren dat hij dat die combinatie, dat hij dat kan. Hè. Het kan mensen inspireren om dat te doen op dat moment, zodat je de gelegenheid hebt om dan die zonde te doen. Dus hij gaat daar dus olie op het vuur gooien, enzovoort. Dus hij weet van alles. Hij kent de ganse schepping, het zijn engelen. Hè. Dus, en hij heeft duizenden jaren ervaring met miljarden mensen. Dus hij weet goed dat hij ons moet aanvallen, spijtig genoeg. Ja. Dus een tactiek. Dus als er dan een sterkere aanval is, dan, zoals ik zei, dus er zijn tactieken om bijvoorbeeld, dan moet men meer bidden. Hè? Zich aan Jezus, aan God toewijden. Als men een dwanggedachte heeft die slecht is en men krijgt die zomaar niet weg, dan moet men gaan bidden, ze gaan consecraties consacreren aan Maria, aan Sint-Jozef, aan Engel Bewaarder. Dan moet men van alles gaan doen dat mogelijk is. Met wijwater op het hoofd doen of zo. Dus er zijn allerlei middelen. Dan voor een infestatie, dat betekent de aanval is de moeilijkheden, bijvoorbeeld ziekte, aanhoudende ziekte. Men heeft tegenslag met het werk, men heeft zich met de studie. Men heeft problemen met iedereen, men komt in conflict. Er zijn dossiers die verloren gaan in de gemeente. Er is een ambtenaar die niet functioneert, het duurt maar, er worden fouten gemaakt. De verzekering pakt je op kleine lettertjes, het dossier is verloren gegaan. Je verliest je werk, je verliest je vrienden. Van alles gaat kapot, het is van alles niet marcheert en je krijgt het niet gerepareerd en de wisselstukken komen niet. Dus als er verschillende echt tegenslag is. En ik heb dat meegemaakt, mensen die echt de ene tegenslag hebben na de andere en gedurende lange tijd, dan kun je gaan denken dat de duivel ermee gemoeid is. Ja. Een ander principe om de duivel te kennen is, de duivel heeft zoveel macht als men hem geeft. Zoveel macht als men hem geeft. Want hij is eigenlijk een hond die aan een leiband ligt, een tijger die aan een ketting ligt. Hij kan wel brullen en schreeuwen en blaffen en doen, maar hij kan niks doen, zolang als jij niet hem natert. Dus hij geeft zoveel macht als jij hem geeft of iemand hem geeft. Je kunt ook slachtoffer zijn. Dus bijvoorbeeld, het is een heilige die bezeten is geweest, de heilige ik denk dat ze heet Miriam Bouwardi, dat is een Palestijnse karmelites, die is bezeten geweest. En dat was niet meer haar schuld. Dus, maar ik heb ook mensen gehad die bezeten zijn geweest, die bezeten waren, erg bezeten, maar die waren slachtoffer. Die ene persoon waar ik het over heb, in mijn gedachten heb, dat is, dat is iemand die 4 keer in haar leven, zelfs als klein kind, door satanisten is bewerkt geweest. Dus het begon met een tante, die satanisten heeft op haar, die ze aan Satan heeft toegewijd als klein kindje. Zij moest dat kindje bewaken, want de ouders gingen werken. En die tante heeft daarvan gebruikt om het kind aan Satan op te offeren, om te gedaan te krijgen dat haar man zou sterven, want ze wou een andere man. Dus je ziet,
Dat is de eerste keer. En er zijn verschillende keren in haar leven dat, dat satanisten zich met haar bezig gehouden. En op het einde is ze inderdaad bezeten geraakt. Dat is niet van haar schuld. Maar ik zeg, de duivel heeft zoveel macht als, ik zal mij corrigeren, niet als jij, maar als iemand hem geeft. Hij heeft zoveel macht over ons als dat de mensen hem macht geven. Zijt jij het niet, dan is het iemand anders. Maar in ieder geval, de duivel kan alleen maar werken met toestemming van de mensen, met de vrije wil. De mensen mogen moeten kiezen. Maar je ziet ook bij Eva. Eva begon in dialoog te gaan. Dialoog is al u op gelijkheid stellen. Al veronderstelt dat een ander kan gelijk hebben. Tegen een duivel moet je niet gaan dialogeren, want de dialoog veronderstelt mijn opinie tegenover de uwen. En we zullen zien wie gelijk heeft. Of zeggen, hij kan gelijk hebben. Nee, de duivel heeft nooit gelijk. Dus gaan dialogeren met een duivel is al verkeerd. Dialoog komt van Vaticanum II, van Paulus VI. Je gaat moet dialogeren. Nee, je moet prediken. Ga in onderwijs. Jezus zegt niet, ga in dialogeren. Dus, dat is een ander punt. Wel, om dan een infestatie tegen te gaan, dan moet men dan natuurlijk naar de heiligheid streven en aan de tweede zoveel mogelijk gebruik maken van sacramentaliën. Wijwater, rozenkrans dragen, dus al wat gewijd is. Maar er zijn sacramentaliën, dus alle sacramentaliën die beschermen tegen de duivel. Maar sommigen geven nog een specifieke genade die nog speciaal beschermt tegen de duivel. Speciaal. Bijvoorbeeld het sterkste is, zoals u weet, het drie koningenwater. Dat niet alleen het gewoon exorcisme van gewoon wijwater draagt, maar bovendien nog het exorcisme van Leo XIII. Dat is het enige sacramentalie dat het exorcisme draagt van Leo XIII. Dus als je problemen krijgt, en de meeste mensen tegenwoordig hebben min of meer toch wel meer last van vroeger dan de duivel. Waarom? Omdat de duivel ook meer macht gekregen heeft. Sinds 1884 heeft Leo XIII dat gezien, dat de duivel meer macht vroeger gekregen heeft, vooral over de priesters, maar ook over iedereen. Je ziet dat de wereld onder invloed is van de duivel. Dus je ziet, en ze proberen overal een duivel invloed te doen geven. En, bijvoorbeeld de baarcode die op alle producten staat. De eerste baarcode, en de middelste en de laatste, die heeft geen cijfer eronder staan. Maar als je gaat vergelijken, is dat een cijfer 6. Dus 666, het begin, het einde en het midden. Ja, het begin, het einde, midden van alle dingen, dat is Jezus, dat is God. En een duivel probeert die plaats in te nemen. Hij is het begin, het midden en het einde van alle dingen, want 666 is het teken van de antichrist. Dat staat zo in de Apocalyps. Niet toevallig. Ook internet, we gebruiken nu allemaal internet, maar internet werkt via het adres www. En www is in het Hebreeuws 666. Want de vav, de w, is de zesde letter. En bij Hebreeuws gebruik je de letters als cijfers. Het zesde letter is het zesde cijfer. Dus www wil zeggen 666. Dus de satanisten proberen de mensen onder invloed te brengen van een duivel zoveel mogelijk. Enzovoort. Ik ga niet daarover spreken, want het is eindeloos. Vooral kinderen worden aangevallen. Met speelgoed, verkeerd speelgoed enzovoort. Ik zou nog willen duiden op... sacramentaliën zelfs, die worden gediaboliseerd. Want de vrijmetselarij die zich vooral met de kerk bezighoudt, dat is die van Italië. Omdat het centrum van de christendom is in Italië, Rome. Dus de Italiaanse vrijmetselaars zijn gespecialiseerd in die filtratie, dat zijn de Carbonari onder andere. Wel, het is niet toevallig dat geïnvesteerde sacramentaliën mede in Italië zijn, gemaakt in Italië. En ik heb het nu over bijvoorbeeld die, maar dat kan ook van alle andere dingen zijn. De plastieke rozenkrans, de paternoster, rozenkrans. Wel, er zijn plastieke paternosters die op een gegeven moment wereldwijd verspreid waren, maar nu is het van verminderen, want de mensen beginnen te beseffen waar er achter Jezus een slang is. En de slangenkop bevindt zich achter Jezus, de Satan. Hè? En in de vier hoeken heb je dus een pentagon, dus een vijfhoek. Een vijfhoek is een esoterische symboliek. Dat betekent alles. Hè. Dat is water, aarde, lucht en vuur en geest. Dus dat is de ganse schepping. Hè. De ganse schepping die beheerst wordt door wat? En er staat een zon in. Wat doet die zon in een kruis? Want het kruis behoort tot de droevige mysteries. Een zon behoort tot de glorievolle mysteries, de zon.
De zon symboliseert God eigenlijk. Maar nee, als het goed is. Maar als het slecht is, symboliseert iets anders natuurlijk. De duivel die doet dat tijdens de zon is. Lucifer, diegene die het licht brengt. Wel, er zijn bollen en die krijgen dan stalen, want er zijn ook gradaties in die sacramentaal. Dus er begint meer en meer symbool te ontwikkelen, navenant de productie, de uitgave van de productie. En de laatste uitgave die toont dus een bol met stalen, maar die heeft twee horens. Ja, dan is natuurlijk, weet je waar het over gaat, hè? Een slang, een zon met horens enzovoort, een pentagon. Ja, dan is, en de onderste pentagon die heeft de punt naar beneden, dus dat is een duivel. Bijvoorbeeld, en als je dus dat gebruikt, dan werkt het niet. Want een sacramentale is zoals een sacrament essentieel een symboliek. En als je het symbool verandert, dan maak je het sacramentale kapot. Dus dan mag de priester dat zegenen zoals hij wilt, de zegening die werkt niet, want de materie is ongeldig. Het is ongeldige materie, een ongeldige vorm. Dus het mag gezegend worden, dat helpt niet. En dan die priesters die tegenwoordig zegenen, dat zijn meestal modernisten, die hebben ze zelfs als geen priester. Daar heeft een duivel voor gezorgd toen hij in het Vaticaan heeft ingefiltreerd via de vrijmetselaars. Wel, de tweede waar ik die u kent, de meeste van u, maar niet al iedereen. En ik heb gezien nu, gisteren heb ik naar gekeken, het is verminderd. Ze zijn veel minder in omloop. Praktisch alle winkels zijn veranderd. Dus die slechte monddadige medailles, die zijn praktisch niet meer in omloop. Dus ik denk dat al die verkopers het doorhebben. En ze hebben gezien, de mensen kopen niet meer bij ons, dus ze hebben het veranderd. Maar ze zijn toch nog heel veel in omloop. Niet meer, dus weinig zijn te koop, maar er zijn veel in omloop. Want praktisch, vroeger waren ze praktisch allemaal, bijna. Je moest echt gaan zoeken naar goede monddadige medailles. Die spreekt van een paar jaar geleden nog maar, hè. Dus ik heb gezien dat er een gelukkige ontwikkeling is, dat ze beginnen te beseffen, de winkeliers die dus die medailles verkopen, dat er iets aan de hand is met die medailles. Inderdaad, de oorspronkelijke medaille toont Maria die gewoon staat. Maar met de slechte toont ze haar knie doorheen het kleed, zoals een Grieks standbeeld. Maria hoeft haar knie niet te tonen, dat doet ze niet. Trouwens, de oorspronkelijke verschijning toont ze haar knie niet. Maria is niet sensueel, stoeft niet met haar schoonheid of zoiets. Dat is ongepast. Dus dat is al een vermindering. En dan in het oorspronkelijke staat ze op een wereldbol, een halve bol. Dus. En daar verpletsen ze de kop van de slang. Tussen haakjes, als de mensen denken dat de aarde plat is, Maria verschijnt zelf, de verschijning die ze toont, dat is een wereldbol, hè? Dat is een bol. Er zijn altijd mensen die denken dat de aarde plat is. Dat is gewoon absurd. Maar ja, dat is vissenaagjes. Ze verpletten dan de kop van de slang. En in de slechte medailles is er praktisch geen slang meer te bespeuren. Ze staat nog nauwelijks op een bol die je nog nauwelijks ziet. En nog een klein stukje zo en de slang ziet je praktisch niet meer. Je ziet niks van de slang. De andere kant is nog erger. Er zijn 12 sterren die de 12 apostelen vertegenwoordigen, dus de kerk. Maar ze hebben die sterren verplaatst, zodat er een ster bovenaan komt te staan. De ster die bovenaan staat, want sterren betekent apostelen, maar het zijn ook, zegt de Heilige Schrift, engelen. Want Jezus zendt een brief aan de engel van Pergamum enzovoort. Dat zou het zeggen, de bisschop. Want de priesters zijn aardse engelen. Omdat ze macht hebben, worden door de Heilige Schrift aardse engelen genoemd. Dus een ster staat voor engelen. Dus apostelen ofwel engelen, geesten. Wel, dus die ster die bovenaan staat, we hebben begrepen, dat is Lucifer. Die denkt dat hij de hoogste is en die boven het kruis staat. Want normaal staat er geen ster boven het kruis. Want Jezus is het hoogste. Maar daar, die ster gaat boven het kruis staan. Dat is Lucifer die zich boven Jezus stelt. Dat weten we achteraf. Dan is er een balk onder het kruis en normaal is die M daar rond gevlochten. En Maria staat nu, dus de eerste been van de M staat achter de balk, want Maria staat achter Jezus, niet voor. Zij verdient alleen maar door, met en in Jezus. Zonder Jezus verdient ze niks. Zonder mij kun je niks doen, dat geldt ook voor Maria. Dus zij verdient alleen maar met Jezus. Daarom staat ze achter Jezus. De M staat achter de balk en aan de voor, de achter de voor. In de slechte medaille wordt de rol omgedraaid. Staat ze voor, achter. Bovendien staat de M recht bij de echte medaille, want stabat mater. Dolorosa. Maria stond onder het kruis. Zij offerde samen met Jezus.
Maar daar staat de M wordt dus doorheen ingezakt, dus het is geen pilaar meer. Het is gewoon een ingezakte, blijkbaar met mindere kracht, Maria. En dan onder heb je dus twee harten. En in de laatste versie zijn die harten omgekeerde driehoeken. En er zijn vlammen in, en die vlammen die worden dan duivelskoppen. Bovendien, de kers op de taart van de duivel, dat is dat hij bovenaan het kruis een demonkop maakt met twee horens. Ja, dan is het duidelijk dat het niet meer te maken heeft met een wonderdadige bereik van Maria. Dan begrijp je ook, Made in Italy staat eronder, dat er dan met zo'n medaille, dat je dan niet genade kunt krijgen. Trouwens, er is een exorcist uit Zuid-Amerika die zegt, je moet ze zelfs niet aanraken. Want een hoop medailles, die dus gemaakt worden in de fabrieken van de vrijmeesterij, en die hebben daar veel geld aan verdiend bovendien, die zijn dus bewerkt geweest door satanisten, er is overgebeden geweest naar Satan, dus die dragen een satanische kracht. Dus als je die aanraakt, kunt je geïnfesteerd geraken. Dit is een geval van infestatie geweest, een exorcist, en dat is gebeurd sinds dat ze een bepaalde medaille in huis hebben gehaald. Dus dan moet je, ik zeg niet zeggen dat er alle medailles zo zijn, maar je moet daarmee oppassen. Dus wat moet je dan doen in zo'n geval? Liefst met twee stokken opnemen, niet aanraken, met twee stokken opnemen en begraven. Want door te begraven neutraliseert je infestatie van een ding. Dus je zou zeggen, ja, ik kan die plastieken ook verbranden. Maar de duivel kan het verbranden opvatten als een offer aan hem gevraagd wordt. Moet hij niet doen. Het beste is in stukken snijden in de grond. In stukken snijden in de grond, in stukken maken in de grond doen, dat is hetgeen dat de infestatie uiteindelijk neutraliseert, de begrafenis. Voilà, dus die paar gelovigen. Er zijn verschillende principes die we moeten kennen om de duivel te overwinnen. Ik heb u gezegd, het is heel belangrijk in staat van genade te zijn, want er zijn twee soorten van bezetenheid, zoals ik in het begin zei. De bezetenheid van het lichaam. Dat betekent dat jij geen meester bent, dat uw ziel geen meester meer over uw lichaam, maar dat de duivel meester is over uw lichaam. Bijvoorbeeld, je kunt dat vergelijken met... Een ziel en een lichaam kunt u vergelijken met een auto en een bestuurder. De bestuurder is de ziel en een lichaam die wordt bestuurd door de ziel, dus de auto. Wel, wat gebeurt als bij de bezetenheid? Dat is een carjacking. Dat is een duivel die gaat die bestuurder vastpakken, vastbinden aan de passagiersstoel, vastbinden. En hij gaat zelf het stuur overnemen. Dat gebeurt er bij de bezetenheid. Maar dat betekent niet dat hij de bestuurder mee akkoord gaat. Dus als ik zei... Wilt bezetenheid nog niet zeggen dat de ziel bezeten is. Dus de ziel leidt daaronder. En heeft ze twee mogelijkheden, naar boven gaan of naar onder. Naar onder moet ze niet doen. Want als ze meedoet met een duivel, gaat de duivel haar gerust laten. Je bent nu van mij, dus doe maar dat, nu laat ik je gerust. Nu pijnig ik je niet meer. Want als je hem pijnigt, dan kan het zijn dat hij zich nog los... Dus als je u van mij los mag, pijnig ik u. Als je met mij meedoet, pijnig ik u niet. Dat is een slechte oplossing, want dan gaat naar de hel. De goede oplossing is naar God streven. Naar God aanroepen. Want God is sterker dan de duivel. Dat kan die ziel doen. En dat moet ze doen. En ze zal ze ook doen. Wel, maar als de ziel een doodzonde doet, ja, dan komt een duivel in de ziel. Dat is veel erger. Veel erger. Dus de doodzonde is dat de ziel in de mens zit. Dus hoe kun je de duivel verdrijven als de duivel in de ziel zit? Dat gaat toch niet? Dan zijt je slaaf van de duivel, zijt je van hem. En dan gaat hij het nog erger maken. Je zegt, ja, jij durft mij te beledigen, ik ben uw meester. Ik bedoel, jij probeert me te verjagen en te doen, en ik ben uw meester. He? Dus, ik zeg het, ik kom op het eerste weer. De eerste tactiek is naar heiligheid streven. Gaan biechten. De eerste exorcisme is een biecht, bij wijze van spreken. Het eerste wat je moet doen om iemand te helpen... Of als je zelf wilt helpen, dat is zien dat je in staat van genade bent en in staat van genade ontwikkelen, zoveel mogelijk. En dan de gebruik maken van de sacramentaliën en van de priesters en zo. Zie je, dierbare gelovigen, dat is in heel het kort, hoe dat we ons moeten verdedigen tegen het kwaad, hè? In dit geval de duivel, hè? Dus het kwaad is meervoudig. Want door de kennis van de vijand kun je hem beter overwinnen. En er zijn nog veel meer tactieken. Ik heb alles op mijn website gezet, Scaturix, hoe dat je kunt verdedigen tegen het kwaad.
Ja. Laten we Maria bidden om het kwaad altijd te overwinnen, want zij is degene die uiteindelijk het kwaad zal overwinnen. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen u en haar nakomelingschap. En daardoor wordt een duivel geweldig vernederd, want er is een jonge meisje toen ze moeder van God werd. En ze is een vrouw, een meisje, en daardoor wordt hij veel meer vernederd dan dat hij door God zelf of door een paus of zo wordt overwonnen. Door een meisje is overwonnen geweest. Want is hij door hoogmoed heeft hij gezondigd, door vernedering moet hij gestraft worden. Dus hij kan niet tegen vernedering. Ik zeg, zijn zwakke punt is de hoogmoed. Wel, dus als je wilt dat hij weggaat, moet je vernederen. Bijvoorbeeld in de tijden van Sint Ignatius leren we te ageren tegen. Dus als je bekoord wordt op een bepaald ding en je weet een duivel kan ertussen zitten, moet je juist het tegenovergestelde doen van wat hij vraagt. Hij vraagt van minder te bidden, hè? Hij vraagt van ongeduldig te zijn, hij vraagt van de dingen in te korten. Wel, dan moet je juist tegenageren en het langer maken. Moet je ietsje langer bidden. Als je bekoord wordt om minder te bidden, moet je juist ietsje langer meer bidden. En wat dan wordt hij vernederd, zegt hoe minder die persoon bekoort, hoe meer hij het tegenovergestelde gaat doen, hoe meer hij gaat verdienen. En dan wordt hij vernederd, want hij kan niet tegen verlies. En dan is hij weg. Hij gaat iemand anders bekoren. Zult u wat geloven? Vraag ons, lieve vrouw, om kracht. Want de heilige Marie-Louis Guinaud de Montfort zegt, hoe meer dat je toewijdt aan Maria, hoe sterker je wordt tegen de duivel. Hoe meer je scherper en duidelijker zijn valsteken ziet, want soms zien we dat niet, want het moet juist, ja, een valstek, dat is juist gemaakt om niet gezien te worden. En een duivel is geweldig in verstandig. Dus de valstek is in het begin vaak niet doorzichtig. Wel, Maria geeft u een inzicht in de lissen van een duivel en geeft ook u de kracht om er tegenin te gaan. En ik kan u aanraden van met het roze noetje natuurlijk, dat moet niet laten vallen, zelfs de roze kans, ook zoveel mogelijk als het kan, het exorcisme te bidden van Leo de XIII. Want dat is juist wat die goede paus heeft voorgeschreven toen hij zag dat een duivel veel macht kreeg over de kerk. Heeft hij die exorcisme voorgeschreven? Als een remedie natuurlijk. Wel, maken we daar gebruik van? Het exorcisme van Leo de XIII kan ook gebruikt worden door leken. Dus ik heb niet over het kleine exorcisme dat gebeden wordt na de stille mis, maar je hebt een exorcisme dat gebeden wat langer is, dat tegen de gevallen engel is. Dat nog niet het grote exorcisme is, hè, dat door de priester moet gebeuren normaal gezien, alleen maar de priester. Maar er is nog een exorcisme dat ook door leken kan gebeden worden. Je moet alleen maar niet bidden, Dominus vobis cum in conspiritu tuo, want dat behoort tot de priester. Dus dat moet je weglaten. Maar voor de rest kan het ganse gebed gebeden worden door leken, maar je moet voorzichtig zijn. Je moet minstens in staat van genade zijn om dat te bidden. Hè. Want je zet een duivel aan het verdrijven en Hij gaat niet naar u luisteren als je zijn slaaf bent. Dus je moet alleen God, ik zeg het, God kan hem verdrijven. Dus jij met God, of God met u, beter gezegd. Jij in staat van genade. Zo vragen we ons, lieve vrouw, om het rijk van de duivel helemaal kapot te maken. Zodat het rijk van Christus zich kan ontplooien op aarde. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.